But this time, I will win. Haha. Weg. Oké, succes. Goed luck. Sorry? Ik heb het gevoel dat Dennis het is. Dennis is het niet. Tim is het niet. Weet je, hoe zeker weet je dat Dennis het niet is, Tim? Waar is het leek gevonden, is de vraag. Dennis was namelijk boven bij Oxygen. Nou ja, omdat ik dacht dat ik Dennis heb zien toen ik aan het begin van de game heb, dacht ik dat ik Dennis naar boven zag lopen door die contamination. Daar was hij uiteindelijk niet, dus ik denk dat hij gevent heeft. Oké, ik zat te praten met Mike gemute. Ik liep met een groep en er lag bij de cafeteria in die, bij die drinkding. Oké, okay, Dennis heeft, zeg maar in het begin heb je kill cooldown en ik denk niet dat hij in die tijd, zeg maar na die tijd heb ik hem de hele tijd gezien, dus. Dat is waar, ik heb Tim ook meerdere malen gezien, dus ik vertrouw en Tim. Tom heb ik ook de hele tijd gezien, dus ik denk dat het Damien is, om die reden dat ik hem als enigste niet heb gezien. Dan vote ik Damien. Wel een beetje makkelijk. Damien, nog een laatste woord? Nee. Hey, dat had ook mij kunnen zijn, like. Dit is een nieuwe rivaal van kortste spel ooit. Dit zijn snelle potjes. Maar je één tas. Jammer. Dus verwacht deze video speed, over een maand. Speed keer 1,1, Tim. Alright, waar gaan we heen? We zijn bij de loungepad. En dan gaan we wires bovenin fixen. Ik denk niet dat. Oké. Ik heb voor mij geen alibi. Ik heb helemaal niemand als alibi. Maar dit valt nog in de kill cooldown, dus. Oké, Tom gezien. Oké. 18160. Let's go. Oh, ik heb die andere taak hier. Is hier nog een extra taak, joh? Is hier. Oh, navigeren. Die heb ik heel weinig. Alright. Cafetaria, please. Damien, kom even mee. Oké. Als Jacco nu dood is. Wij waren de hele tijd met z'n drieën. Alright. Tom. Je kent het verhaal. Oh wacht, we hebben twee mensen nog over. Shit. Het is 50-50 nu. Oké, okay. Damien en Tom, wij waren de hele tijd bij elkaar. Roze en paars was ik net samen mee de reactor in geweest. Daar is toen niks gebeurd, toen gingen we eruit en zijn we daarna opgesplit. Tim, zou ik kunnen dat we roze en paars bij elkaar waren? Reactor. Tim, ik heb een vraag voor jou, hè? Ja? Wat was die task die je deed onder de onderkant van de admin tafel? Ik had geen task aan de onderkant en dat is shield. Nou, oké, nee, dat klopt het. Ik dacht dat ik hem onder had, maar ik had hem boven en dat is navigatie. Oké. Dan vroeg ik hem af. Ja. Maar wij waren de hele tijd met z'n drieën bij elkaar. Ja, klopt. Dus dan is het zwart of rood? Ik ben het niet dit keer. Ik was samen met roze en paars het grootste gedeelte van de tijd. Rood, wat is jouw verhaal? Tristan. Ja, roze en paars geweest bij reactor. Ik heb wel van die electric wire dingen gedaan. Waar? Maar in de map heb je electric dingen gedaan? Ik heb Dennis wel zien lopen, dus ik denk dat het rood. Waar heb je die wires gedaan? Bij, ik heb die map niet aan mijn hoofd. Wat zag in reactor dan zeg maar. Aan de linkerkant tegen de muur, daar zitten die wires. En ik heb er één bij. Bij reactor zitten geen wires, denk ik. Jawel. Oh, dan kijk ik niet goed. Daar zitten tussen wel lab en reactor bovenin zitten wires. Ja, ik zie het. Maar niet in reactor zelf. Ja, anders en je ik heb het bij reactors, daar was het. En je was bij reactor toen de meltdown ging? Nee, toen was ik bij onderin bij
community in de buurt. Communications. Communications. Daar denk ik. Ik stem rood. Ik ken de map niet uit mijn hoofd, oké? Ik haat deze map. Boys, easy game. Kunnen we alsjeblieft die andere map doen? Deze is afschuwelijk. We wisselen map hier nou wel. Dit is echt de afschuwelijkste map die er is.